Pesten, dat is echt verbaal, fysiek, maar echt raken. Niet gewoon een verkeerd woordje zeggen, maar echt de godganse dag u beledigen en u, allee, aan u trekken, duwen, schoppen. Dat is pesten en niet gewoon eens een verkeerd woordje zeggen. Dat begon met woorden, dat was dan nee, dikke, struisvogel, walvis. Allemaal zo echt manieren om mij te laten herinneren dat ik echt dik was. Ja, dat kwetst wel, maar eens dat ze dan beginnen met te schoppen en te slagen, dan merk je wel dat dat serieus begint te worden en dat echt... Allee, dan doet dat op alle manieren pijn. Allee, dat raakt je op alle manieren dat ze je kunnen raken. Mijn zelfbeeld was eigenlijk helemaal weg. Alles. Maar op school weet ik nooit. Ik gaf dat toen allemaal een plaats. Het is maar eens dat ik thuis kwam, dat ik mij verstopte op mijn kamer en alles begon te verwerken. Ik sliep niet meer, ik voelde me slecht. Ik begon het allemaal te steken op hoofdpijn. Maar eigenlijk was dat gewoon omdat ik constant dacht, constant erover nadacht. De stress, de paniek, de angst. Ik wou het thuis niet vertellen omdat ik dacht dat het alleen maar erger zou worden. Dat was zo een van de eerste dagen dat ze mij fysiek hadden aangepakt. En ik was daar echt van verschoten. Dus ik kom naar huis. Ik ga naar mijn kamer, ik verstop mij, ik ga even drummen. Ik kom terug naar beneden om te eten. En ik krijg een tik van mijn zus. En dan ben ik onder de tafel gekropen. En dan ben ik gewoon... ineens was alles, was dan een blackout. En ben ik gewoon beginnen wenen. En mijn zus die wist niet wat dat er gebeurde. Dus die heeft mijn mama geroepen. En zij vond mij gewoon onder de tafel. Alles was zwart voor mijn ogen. Ik was gewoon echt bang. En dan hebben we alles opgebiecht. En het was heel emotioneel. Maar heel emotioneel. Dan voelde je heel schuldig tegen je mama en je papa. Van, en ze vraagt hen ook van waarom vertelde dat niet? En op dat moment kun je geen antwoord geven. Want je voelt je schuldig en dan denkt ook in je eigen waarom heb ik het niet eerder verteld. Maar op dat moment is gewoon, zit er een krop in je keel en je kunt niks niet meer vertellen. Want het is, niks is erger dan je mama of je papa zien wenen. Je wilt niet dat andere mensen zich gaan bemoeien. Je wilt dat, als je gepest wordt, wil je dat het liefst voor je eigen houden. En niet te veel delen. En als je dat dan naar de directie gaat doen, direct zit de leerlingbegeleiding erop. Direct weten je ouders het. Direct zit het in je dossier. Direct is het bij het CLB, zit het bij een psychiater. En dat wil je niet. Die gedachte van pesten blijft natuurlijk in je hoofd spoken en dat zal altijd wel blijven. Nu ook, je blijft daar aan denken. Maar je zet dat, als je vrienden hebt nu en je zit omringd door mensen die je wel graag zien, dan kun je dat een plaats geven en dan kun je gewoon genieten van alle momenten dat je met die vrienden kunt hebben. Het beste is dat je kunt doen is volhouden. Maar wel direct gaan zeggen tegen iemand, tegen een vertrouwenspersoon, tegen je mama, tegen je papa, broer of zus, maakt niet uit, maar wel tegen iemand zeggen, want dat werkt het beste.